Ik sta hier bij Sabine Snijders. Zij is de kostuumontwerper van de Tweeling. Kan je een aantal pareltjes laten zien uit de show? Nou, misschien iets van Lotte of van Anne? Ja, dat is goed. We gaan even kijken. Dit is bijvoorbeeld de kleding voor Hanna. En dit is een kampjurkje. En dat hebben we dus ouder gemaakt. En eigenlijk ook met een systeem, zeg maar, dat het in feite keurig begint en daarna uitgescheurd kan worden. Dus als ze eigenlijk bij de eerste opkomst is dit, zeg maar, gesloten. En dan hebben we het eigenlijk zo klaargemaakt dat als ze dan in de cel zit, dat het dan kapot gescheurd kan worden. Ja. En dat is ook hier met een detail in haar onderjurkje. Dan hebben we hier de jonge versie. Het lijkt nu heel erg stevig van kleur, maar in het licht bleek het heel erg uit. Nu denk je, wow, het is een soort enorm fel oranje. Maar het wordt een soort heel vaal, haast naar pastel. En sommige licht een beetje oker. Qua kleur. Hou je daar rekening mee met je ontwerp? Dat, met lichtplannen ook? Ja, ik word een heel subtiel oranje eigenlijk uitgezocht van dit. En het bleek nu in dit licht werd het gewoon wit. Ja. Dus hier is Elsrot, mijn super assistent. Die is toen aan het verven geslagen. En dus gelukkig is het gewoon het ontwerpen en alles behouden kunnen blijven. Ja. En dus de kleur die je hier ziet is het totaal helemaal niet. Dus het geldt ook eigenlijk voor dit jurkje. En dit is het jurkje wat ze aan heeft als ze iets ouder is. Er zijn wel gewoon hele mooie details, zeg maar, in het kostuum, maar in feite heel simpel, heel basic van vorm. En, dit is voor de Deutsche Bundesmädel. Dat is eigenlijk wel gebaseerd op haast, zeg maar, authentiek zoals het was, zeg maar, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Alleen mist hier het borduursel, maar daar hebben we eigenlijk bewust voor gekozen om dat niet te doen. Nee. Nou ja, bijvoorbeeld dit is, zeg maar, dan de overal. Wat mooi. En nou ja, het leuke is, want Hanna heeft echt zo'n ongelooflijk goed figuur. Dat als je dit aan hebt, dat het haast een soort modestatement wordt. Ja, als ik het zo ook zie, het heeft heel veel hanger appeal. Ja, en toch is het gebaseerd op een authentiek ontwerp uit die tijd. En het leuke van de jaren 40 kleding, dat vind ik net zo, zeg maar, als dit. Die hebben zulke mooie, ongelooflijk mooie details. Dat zal je ook dadelijk zien bij de kleding van Rosa, die zich nu heel erg verstopt in een hoekje. Nou ja, dat is het verschil met een bruidsjurk voor haar en zeg maar meer een Duitse. Hou hem goed voor je. Ja, nou ja, kijk, zeg maar, dit is dan echt meer de Duitse bruidsjurk en dan meer de stadse bruidsjurk en de kwaliteit van de stof. Dus daar heb ik heel erg op gelet, zeg maar. Is eigenlijk een van mijn favoriete jurkjes deze. Er zit een zwart schortje bij. En dit is haar dienstersjurkje die ze eigenlijk maar 2 minuten aan heeft. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Gewoon omdat het iets anders vormgegeven is dan alleen maar een dienstersjurkje van wat je denkt zwart. En met een wit schortje ben ik juist eigenlijk tegenovergestelde gaan werken. En de jas. En dan heeft ze nog een eindpakje wat wel speciaal is. En dat is, zeg maar, wat de hoop vormgeeft. Hier eindigen ze mee. En daar komen ze eigenlijk maar, zeg maar, de hoop, het einde van de voorstelling. Heel gaaf. Dus. En kan je iets laten zien van de heren? Ik ben tot opgedreven, maar het is groter dan jij. Heb ik een aantal hele mooie mannenpakken laten maken. Dus eigenlijk gebaseerd op de historische mannenpakken. En het zijn veel double-breasted. Echt iets voor die tijd? Ja, ik vind het geweldig. Want de broeken, dat zijn hele ja, zeg maar, hoogsluitende broeken. Zelfs mannen die een beetje corpulent zijn of korte benen hebben, die zien er echt waanzinnig goed uit. Dus wijde pijpen. Zie je dingen terug nu ook uit die tijd, nu weer in deze tijd? Dat je denkt, oh ja, ze hebben het wel een beetje gemengd. Nog niet, maar ik denk wel dat het gaat komen. En het leuke is eigenlijk, iedereen die het aan heeft, die heeft echt zoiets van, jeetje. Ja, ik hoop dat ik het nu zo aan kunnen trekken. Ja. Nou ja, wat ik eigenlijk ook altijd wel heel speciaal vind is dat als je een ontwerp hebt gemaakt en nou ja, dat is eigenlijk in april zijn we daarmee van start gegaan en zeg maar dan op een gegeven moment goedgekeurd, dus je gaat dan eigenlijk stoffen verzamelen, iedereen aan het werk zetten en dat je dan nu merkt dat eigenlijk je hele beeld wat je bedacht hebt, hè, want als je nu mijn moodboards naast de ontwerpen zou leggen, dat je denkt van hey, er is eigenlijk niet heel veranderd en dan denk ik van wauw. Dat je zo, zoiets, dat vind ik eigenlijk altijd het grootste cadeau, dat je iets kan verzinnen en dan merkt van het klopt qua materiaal, het klopt qua beeld en dat je iets bedacht hebt wat werkt.